Tja, nu klik je dus op dit filmpje omdat je misschien meer wilt weten over The Kingdom Zera. Maar ja, het is natuurlijk ook weer niet zo lang en sci-fi als dat van Jort of van Jenava zal zijn. Want ja, wij zijn Zera. Maar laat ik nou maar beginnen voordat het ook een beetje saai gaat worden, ja. Komt-ie. Zera, dat ooit beheerd werd door Empire, is door Thanatos en zijn volgelingen verwaarloosd. Maar hierdoor durft hij toch wel weer mensen het land te betreden. Empire is natuurlijk wel lastig te betreden en ja, we wilden hier dus een nieuw bestaan op gaan bouwen. Echter was al iemand aanwezig en zijn naam was Jori. Jori bezit tot op het heden de stad Silverport, dat ooit grensde aan Empire. Doordat de handel met zijn stad terugnam, besloot hij toch om samen met een groep strijders uit Bovisti onder leiding van Danny en zijn andere stamleiders het land Zera te stichten. Maar Zera moest iets anders zijn dan alle andere landen. Hij moest kracht tonen en zo besloten de leiders om alleen de sterkste in het land een titel te geven. En dat alleen iemand koning kan worden als hij alles, maar dan ook echt alles zou kunnen overwinnen. De eerste koning, ook bekend als Jeroen de Sluipmoordenaar, heeft met zijn macht het elementensysteem ingebracht. Iedereen kreeg het recht om te bepalen welk element hij of zij zou mogen vereren. Of het nu vuur, aarde, lucht of water was. Hierdoor werd het verschil van de stammen, staat en vloot veranderd tot een bond. En waar iedereen toch echt in vrede samen zou kunnen leven. Zera groeide in kracht en zo werden er forten in het oude Empire gebouwd. Zera begon te groeien en kon zijn eigen boontje stoppen. Maar toen besloot Danny met een deel van zijn vloot handelsschepen van Jenava te beroven. Hij slaagde er regelmatig in om toch toe te kunnen slaan. Maar dit nam uiteindelijk een prijs. Een grote prijs. Want Jenava liet het er niet bij zitten. Zeker niet. Want Jenava liet ook niet met zich zollen. Abin Asamir, samen met zijn vloot, maakte een eind aan het westelijke fort van Zera. En zo maakten ze het met de grond gelijk. Zera was vernederd en leefde in isolationisme verder. En ze leefde zo verder voor maar liefst 3 jaar. Totdat er iets gebeurde. Alle Zeranen zouden hier niet van kunnen denken. En Yennefer, die op de Zeraanse troon zou zitten. En tja, wie zou dat nou zijn? Nou, dat is het verhaal tot nu toe. Maar wat is het doel nou van Zera? Vrij simpel. Wij willen de tirannie van grote kingdoms ten einde brengen. Zo moet Samal ten val gebracht worden, samen met zijn vrienden uit Ljord. Dit zal met behulp van onze allianties gedaan moeten worden. En de sterkste soldaten uit Zera. Maar wie zijn dan onze trouwe bondgenoten? Wie in Medici durft het op te negen tegen Jenava of Ljord? Nou, ik durf ze met gepaste trots op te noemen. Fenrir, de verraders van Ljord, die net als Zera een hekel hebben aan een oude koning. Eleftheria, koningin Vee, die ook gevlucht is uit Jenava, ook zij deelt de visie over Samal. En dan heb je Moira, niet de echte vechtersbazen, maar wel rijk aan handelswaren. En deze gaat Zera zeer zeker nodig hebben in hun strijd met de kingdoms. Maar wat is Zera nu eigenlijk nog te bieden tegen deze tiranen, na de val van het westelijke fort? Jazeker, we hebben nog een geheim wapen, genaamd de Rangers van Zera. De Rangers zijn een getalenteerde groep, die sinds de begindagen van Zera al jagen in de bossen. Ze hebben gezworen om de grenzen en landen van Zera vrij te houden van welke vijand dan ook. Zal dit genoeg zijn om de tirannen uit Medici te laten verdwijnen? Of zal het Kingdom Zera nog een toekomst vol rampen tegemoet gaan? Je ziet het in de serie The Kingdom Zera op Watch Jagger.